terug bij mijn channel. Vandaag ga ik iets heel anders doen. Ik heb aankomend weekend een meidenweekend met een van mijn beste vriendinnen. En het leek me leuk om met jullie te delen wat wij bijvoorbeeld op zo'n weekend doen. En tips en misschien iets leuks voor jullie om te maken. Dus laten we beginnen. Als eerste is natuurlijk een meidenweekend altijd helemaal het einde. Lekker tutten, stappen, als je daar de juiste leeftijd voor hebt natuurlijk. Gewoon het even samen zijn met je vriendinnen, met je vriendinnetjes. Het maakt niet uit, een sleepover, een slumberparty, maak er wat leuks van. Maar ja, ik vind het altijd leuk om ook echt van allerlei leuke dingen te doen. Zoals, wij zijn natuurlijk een stukje ouder, dus mijn vriendin en ik gaan aankomende vrijdag eerst stappen. En als het lukt ga ik voor jullie een tutorial doen op een party look, een girls night out look. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het hier beneden in de comments achter. Nog meer. Ik vind het geweldig om dingen te bakken, te koken. Gewoon lekker samen met je vriendinnetje. Gewoon even niets aan je hoofd en gewoon gek doen. Wij gaan dit meidenweekend gaan wij twee dingen maken. Als eerste, het is bijna Halloween. In Nederland wordt het niet zo gevierd. Ik vind dat echt heel erg jammer, want ik ben gek op Halloween. Gek op verkleedpartijtjes. Dus mijn vrienden en ik gaan ons wel verkleden, want wij hebben een Halloweenmarkt waar we naartoe moeten. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar je kan natuurlijk wel Halloween-themed dingetjes doen, zoals Halloween films kijken. En dan noem ik Nightmare Before Christmas. Lastig. Daar ga ik nog even voor kijken. Er zullen vast wel meer fall, herfst, Halloween films zijn. Misschien niet in Nederland, maar ik ga voor jullie kijken. Dan gaan wij maken candy corn cupcakes. Ik zal hier nu een plaatje laten zien. En zo zien ze er dus uit. Het is gewoon vanille cake met kleuring. Ik zal hier beneden een link neerzetten van wie ik het heb. Dan is het natuurlijk helemaal hip, het loemen. En heel veel mensen zullen misschien wel denken, Jezus Luus, wat kinderachtig. Maar eigenlijk is het heel erg leuk. Want zoals jullie hier zien, maakte ik een spookje, een heksenhoed, een pompoen en wat candycorn. Die zijn lastig om te zien. Candycorn is een Amerikaans snoepje. Ik heb hem zo nog nooit gehad, maar ik heb ze wel opgezocht op internet en ik ga ze zeker een keer bestellen. Ook van deze dingen zal ik hier beneden tutorials neerzetten. Ik heb ze via een Amerikaanse loomster. Dus ik ga er ook zeker eens naar kijken. Dan vinden wij het heerlijk om met een dekentje en kaarsjes en een lekker wijntje op de bank te kruipen. Met wat lekkere hapjes. Filmpje, wij zijn bijvoorbeeld, willen wij nu heel graag alle tweede delen van Sex in the City gaan kijken. Ik heb nog meer meidenfilms, The Wedding Planner, The Backup Plan. Oh, ik kan echt uren doorgaan over meidenfilms, want daar ken ik er zoveel van. Mijn favoriete is Bride Wars met Anne Hathaway en Kate Hudson. Dat is echt een super geweldig duo om in een film te zien. Dus ga die ook zeker kijken als je dat nog niet gedaan hebt. Voor de rest, een meidenweekend, een maskertje doen, lekker tutten, elkaars haren doen. Wij gaan nog iets heel speciaals doen, want zoals ik al zei, wij hebben de 30ste oktober hebben wij een Halloweenmarkt. En wij gaan verkleed, en wij gaan niet zomaar verkleed, wij gaan verkleed als creepy dolls. Echt geweldig. Dus ik wil ook zeker aankomende zaterdag gaan proberen om die look zowel bij haar als bij mij te recreëren. Lukt dit goed? Zal ik er voor jullie een tutorial van maken. Voor Halloween nog. Dus die zal ik één deze dagen dan plaatsen. Vloggen ben ik ook wel weer heerlijk mee bezig. Dus ik zal proberen. Ik kan jullie het niet beloven. Want ik weet niet hoe mijn vriendin daar tegenover staat. Wil ik gaan proberen te vloggen mijn weekend. Misschien dat ik jullie meeneem op stap. Nog. Zien we wel wat ons weekend ons brengt. Het wordt veel lachen. Veel gekkigheid, lekker eten, lekker samen zijn, tutten. En één gouden regel van meidenweekend, no boys allowed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, thumbs up. En ik zie jullie in mijn volgende video. Bye bye!